Goedendag, het is maandag, dus weer tijd voor Sportclub Rijnmond met straks hockey en korfbal. En we gaan nog één keer terug naar Manchester, waar een Feyenoord tegenwoordig in dienst is van United. Maar eerst is het tijd voor Utrecht Feyenoord, want lachende gezichten waren er gisteren niet na een 3-3 gelijkspel. Toch is de Rotterdamse club ook na 14 wedstrijden nog altijd de koploper van Nederland. En dat is de laatste jaren wel eens anders geweest. Wij lopen daarom alvast wat op de zaken vooruit en stellen een vraag die de komende maanden echt gaat spelen. Moet Feyenoord het aflopende contract van trainer Giovanni van Bronckhorst verlengen? Heel vrolijk staat het gezicht van Giovanni van Bronckhorst niet. Ondanks de late gelijkmaker die zijn spelers in Utrecht afdwongen. Feyenoord blijft wel bovenaan staan op doelsaldo. Als we bijna halverwege de Eredivisie zijn. Vaak is dat het moment om een trainer te vragen of hij zijn aflopende contract eventueel wil verlengen. Nou, ik kan daar nog niks over zeggen. Ik ben bezig met dit seizoen. En dat vind ik nog heel te vroeg eigenlijk nu om daarover te praten. Wat wil je zelf? Ik wil zelf succes hebben dit seizoen. Dat lijkt mij het belangrijkste. Hij wil dus zelf nog niet al te veel kwijt over zijn toekomst. Dus vragen we het maar aan enkele mensen die de club van nabij volgen. Moet Feyenoord door met Gio? Vind ik wel. Ja, absoluut. Ik vind dat hij het gewoon goed doet. Dat ligt een beetje aan op over welke termijn je praat. Of dat nu direct moet. Of dat je daar nog even mee moet wachten. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik bedoel, je wist dat als je met hem begint als hoofdcoach, dat het even tijd nodig heeft om, goed te worden. Dat is nou eenmaal een vak, een ervaringsvak. En dan zou ik het gek vinden, zeker nu Feyenoord eigenlijk stappen heeft gemaakt sinds zijn komst, om ermee te stoppen. Het is ook gewoon een hele normale trainer, een heel normaal persoon. En ook hoe hij voor de camera staat en hoe hij ook in de omgang is. Ik heb hem ook een paar keer mee mogen maken. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon een ideaal persoon voor Feyenoord. Kijk, zoals het er nu voor staat, zou je zeggen, ja, ik kan rustig verder. Maar goed, vorig jaar ging het ook slecht. En een trainer die twee keer op rij een slechte periode heeft, dat is natuurlijk wel moeizaam om dat dan in een derde seizoen nog eens te gaan doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze even wachten. Want vorig seizoen beleefde Van Bronckhorst met bijna exact deze selectie de slechtste reeks uit de clubhistorie van Feyenoord. Maar won die uiteindelijk nog wel de beker. De fouten van toen maakt Van Bronckhorst nu ogenschijnlijk niet meer. Ik denk dat het sowieso een wisselwerking is tussen trainer en spelers. En zo moet het denk ik ook zijn. Ik vind niet dat een trainer eigenlijk alleen maar boven de groep moet staan. Maar ik denk ook wel dat een trainer ook wel bij momenten zeg maar, tussen de groep in moet staan. En dat zie je denk ik bij hem wel heel erg, vind ik. Het is natuurlijk zo dat vorig seizoen was een ontslag op zijn plaats geweest op een gegeven moment. Hij heeft dat helemaal omgedraaid. Het begin van het seizoen was ook heel goed. Ik denk toch dat je ietsje verder moet kijken om te denken dat we daar nog een paar jaar aan vast moeten plakken zomaar. Maar ik zeg ook niet pertinent niet. En dat zou ook onzin zijn. Het is belangrijk hoe je voor de camera staat. Maar wat nog veel belangrijker is wat je op het veld laat zien als het gaat om tactiek. Daar heeft hij denk ik dit seizoen nu wel wat te winnen. Want Feyenoord is heel goed begonnen. En nu weten tegenstanders ook hoe ze Feyenoord moeten aanpakken. Je ziet dat ze af en toe een beetje moeite hebben als ze in de zone moeten spelen achterin. Als het uit de mandekking gaat, nou, dan komt het aan op wat voor toptrainer is Van Bronckhorst. Met welk plan komt hij? Hoe gaat hij counteren in zijn tactiek? Dat maakt een echte toptrainer. Hij is wat harder geworden denk ik in zijn tweede seizoen. Hè. Hij bemoeit zich niet meer met de nummers 18, 19, 20. Hij neemt gewoon zijn besluiten. Je ziet dat bijvoorbeeld jongens als Gustafsson en zo, die hebben moeite met hun rol. Maar goed, het hoort ook een beetje bij het trainer zijn. Hij heeft echt gekozen voor dit zijn mijn 11 en zorg maar dat je erbij komt. Terwijl hij vorig jaar echt aan het zoeken was. Maar hij zal in de kleedkamer zal hij best wel soms emoties tonen en zal hij zich best wel eens aanpakken. Alleen ik vind naar buiten toe, zeg maar voor de camera's en ook op het veld, ja, dan zie je dat denk ik heel weinig bij hem. En dat is denk ik wel heel erg goed om ook te zien aan de groep dat hij gewoon heel rustig is. Het is misschien een zwakte bot, maar stel dat Feyenoord niet doorgaat met Gio. Wie zou het dan moeten doen? Ze liggen niet voor het oprapen. Hè? Ik las bij ons een stuk in de krant dat Ronald Koeman, en ga je dan realiseren, de enige Nederlandse trainer in de top 4 competities van Europa is. Dus ja, er zijn er gewoon niet veel. En het is ook niet zo dat iemand, een hele jonge trainer, op de deur klopt. Hè? Die hebben vaak één of twee goede seizoenen en dan vallen ze weer weg. Dus nee, dat is ook een punt. Aan de andere kant denk ik, als je niet tevreden zou zijn over je trainer, dan moet je denk ik niet af laten hangen van het feit of er een opvolger zou zijn of niet. Maar moet je gewoon, dan moet je een besluit durven nemen. Martin van Geel wil nog niet reageren op de vraag of en wanneer er gesproken gaat worden met Van Bronckhorst. Straks aan het eind van de uitzending meer Feyenoord. Nu eerst hockey, want de mededeling dat hij zich voorlopig niet meer hoeft te melden bij Oranje kwam hard aan bij Jeroen Hertzberger. De Rotterdammer speelde 196 interlands, scoorde daarin 89 keer, maar bondscoach Max Caldas kiest nu voor spelers waar hij volgens eigen zeggen meer rek in ziet. Dat is natuurlijk het gevolg van het mislopen van een medaille op de Olympische Spelen. Gisteren kreeg Hertzberger tijdens Rotterdam HGC voor het eerst de kans de frustratie over die keuze van zich af te spelen.
Het moment in de wedstrijd Rotterdam-HGC komt in de tweede helft van deze Jeroen Hetsberger, de aanvoerder van Rotterdam. Een schitterend doelpunt waarbij alle frustraties eruit lijken te komen na zijn voorlopige afvallen bij Oranje. Nou, ik was in ieder geval gewoon blij, want ik vond het, we stonden 2-1 voor en ik vond eigenlijk dat dat meer moest zijn. En ik had een paar acties gemaakt en net niet lekker afgerond. En dan is 3-1 toch wel een beetje een extra gaatje. En ja, dat was blij. Dat is vaak als je een paar tikken krijgt in je actie en dan scoort, dan denk je, je krijgt me niet omver. En ik had het gevoel, en die mensen op de tribune allemaal, er zit meer achter. Want er is natuurlijk veel gebeurd deze week. Ja, in dat opzicht ben ik een sportman. En ja, daar hoort emotie bij. En ga ik zeker niet verstoppen. Nee. Wat was je reactie toen je het hoorde dat je niet meer bij Oranje zit? Ja, heel kut. Ik dacht echt dat ik de afgelopen 2 jaar goed genoeg had gespeeld bij Oranje. Om wederom geselecteerd te worden. En voor whatever reason is dat niet het geval. En dat is heel erg jammer. Ja, wat was die reden? Nou ja, de reden was eigenlijk niet echt een reden. Gewoon wil graag zich focussen op andere jongens. En kies daarbij op dit moment niet voor mij. Maar ik ben gewoon beschikbaar. Dus het is eigenlijk gewoon bewijzen dat hij me nodig heeft. En juist daar zit hem de crux. Hetsberger doet het al het hele seizoen. Tegen HGC scoort hij zijn 15e en 16e doelpunt van de competitie. En daarmee is hij met afstand topscorer van de hoofdklasse. Omdat Hetsberger ooit nog hoopt terug te keren in Oranje, houdt hij zich op de vlakte. Maar zijn teamgenoot Oliver Polkamp doet dat zeker niet. Ik vind het echt van het gekke. Echt, zolang er, als er echt 5 beter zijn, dan moet je hem, eruit gooien. Of als hij aan het elastiek hangt, dan moet je gaan kijken, een keertje naar leeftijd gaan kijken. Maar ik vind in Nederlands elftal moet je altijd de 18 of de 20 of nu al de 25 beste selecteren. En daar hoort Jeroen op het moment absoluut bij. Is hij niet een beetje te oud straks in Tokio? Dan is hij al 34. Ja, dat hoor ik ook constant. Maar zolang er niemand beter is, moet hij gewoon in Nederland zelf dan spelen. En waarom hebben we het even altijd over een traject van 4 jaar? We hebben een WK over 2 jaar, een EK in eigen land over een jaar. Je speelt in Nederland zelf, daar horen de beste te spelen. En sterker nog, als een mentale weerbaarheid een probleem is, wat je vaak in de pers hoort, dan moet je niet iedereen gratis een ticket naar Nederland zelf te geven op een 18e. Nee, dan moet je ze laten klokken en zorgen dat ze Jeroen of een andere eruit klokken. En dat is absoluut niet gebeurd. Als 34 oud is, is 33 dat dan ook, is 32 dat ook, 31, daarin, ik kan er niet zoveel mee. Ik vind, ben in mijn hele carrière heb ik nog nooit een wedstrijd gemist door blessure. En ik zit fysiek goed in orde, omdat ik daar heel veel aandacht aan besteed. En ja, dus met die leeftijd kan ik niet zoveel. Er werd net ook een jongen geselecteerd van 29, dus ja, ik ben 30, die is een jaartje jonger. Door de 4-7 tegen HGC gaat Hetsberger met Rotterdam nu als de nummer 3 van Nederland de winterstop in. En daarin zal hij zeker geen rust nemen. Ik heb besloten om gewoon de hele winter ga ik keihard trainen. Met individueel, met een personal trainer. Om ervoor te zorgen dat ik na de winter de hopelijk weer 16 maak. En bedanken is nooit een optie voor jou geweest? Nee, ik heb altijd tegen mezelf gezegd, als ik het gevoel heb dat ik bij de beste spitsen van Nederland zit. En dat ik niet voorbij word gestreefd door jongere spitsen. Dan ben ik de eerste die zegt, jongens, succes. Maar zolang ik dat niet vind, dan ga ik voor het hoogst haalbare. Dat wil heel graag Europees en wereldkampioen worden. Ja. En dus ja, ik doe niets liever dan het oranje shirt aantrekken. Je klinkt heel strijdbaar. En toch denk ik van ja, het moet ook een enorme klap zijn geweest. Ja, maar goed, zo zit ik nou helemaal in elkaar. Ik heb het in 2012 ook een keer meegemaakt. En dat je niet bij de selectie voor de Olympische Spelen? Ja, dat klopt. En ik ben strijdbaar en ik ga gewoon knokken. Want ja, zo zit ik in elkaar. En zo is het. Na 2 speelrondes in de Korfbal League is PKC 1 van de 3 ploegen zonder puntverlies. Maar wie denkt dat het net als vorig seizoen allemaal makkelijk gaat voor de ploeg uit Papendrecht, die heeft het mis. Ook zaterdag tegen LDODK ging het maar net goed voor PKC. Het is meer dan een jaar geleden dat PKC in de eigen sporthal in Papendrecht zoveel tegenstand heeft gehad. Sterker nog, ze komen hier achter met 2 punten verschil dankzij Marjolein Kroon. Momenteel de beste dame van Nederland nu Suzanne Struik bij PKC geblesseerd is. En zo staat die club uit Friesland met 2 punten voor. Schot van Danny den Dunne, de rebound naar Nadie den Dunne. En zo komt PKC terug. Het verschil is 1. Het is 15-16, maar weer die Friese ploeg in de aanval. Rebound daar weer bij Marjolein Kroon. Die heeft ze de Jong vrijgespeeld.
En zo is het, 10 minuten voor tijd, 15-17. En dreigt er een verrassing te vallen in Papendrecht. Want weer is het LJODK in de aanval. De ploeg die dit seizoen zo graag bij de eerste vier wil spelen. Het doelpunt van Femke Faber. 15-18. En dan brengt de nieuwe trainer van PKC, Detlef Elewoud, deze jongen in het veld. In dit vak. Laurens Leeuwenhoek nu samen met Richard Kunst. De twee beste korfballers van Nederland. Samen in één vak. Er moet iets gebeuren. Het schot van Leeuwenhoek. De rebound bij Kunst. Het tweede schot van Leeuwenhoek. En dat is dan raak. 16-18. Het swingt niet bij PKC. Dat voorseizoen in de competitie zo heerste. Maar in april ging het helemaal mis in de zaalfinale in de Ziggo Dome. Toen tegen top. Slechte paas van Marlijn Kroon. En zo gaat PKC op jacht naar de gelijkmaker, want het verschil is nog maar één. En hier een strafworp, overtreding van Bosma op den Dunne. En dan kan Olaf van Wijngaarden, dat grote talent uit Papendrecht, gelijkmaken. En dat doet hij dan ook. 18-18. Weer PKC in de aanval. Nog altijd met Kunst en Leeuwenhoek samen in één vak. Goeie rebound bij Steenbergen. En daar de tweede bal is op Leeuwenhoek. 19-18. En dan eindelijk weer eens de voorsprong voor PKC. Sinds 10-9 in de eerste helft is dat niet meer gebeurd. Maar hoe lang nog? Slechte vrije bal daar bij LJODK. Maar ze krijgen een herkansing. Marlijn Kroon krijgt te veel ruimte van Carmen de Heer, de invalster. En zo is het gelijk. Nog 2 minuten te gaan in Papendrecht met Erwin Zwart, de topschutter en internationaal aan de bal. Hij komt niet tot schot. Betty Jansma wel, is te kort. Rebound is bij Havelaar. En zo is het weer PKC op jacht naar de voorsprong met Danny den Dunne in het voorveld. Komt nog niet tot een schot. Hier dan het 1 tegen 1 duel. Den Dunne, de rebound is bij Olaf van Wijngaarden. Danny den Dunne of Nadi den Dunne? Wie gaat het nemen? Nee, het is toch de korte kans voor Van Wijngaarden. Draait eruit en de rebound is bij Kroon. En zo gaat die ploeg uit Gorredijk weer op jacht. Naar de voorsprong, naar de overwinning. Nog minder dan een minuut te gaan. Jansma. Rebound nog altijd bij LJODK. Van der Vorst, Jansma, de dames moeten het doen. De dames van LJODK die zoveel beter zijn deze wedstrijd dan die van PKC. Maar niet nu. 24 seconden, de laatste aanval van de wedstrijd. De schotklok uitspelen, dat is wat je normaal gesproken moet doen. Met Danny den Dunne van heel ver, uit stilstand. En Van Wijngaarden redt hem. Nog een keertje dan, den Dunne. Nog maar 10 seconden op de klok. Den Dunne, ja, dan valt hij. 20-19. En zo is het Danny den Dunne. Die de overwinning redt voor PKC. Want er zijn nog maar 5 seconden te gaan. Nog 1 aanval voor LJODK. En daar de onderschepping bij Kunst. En zo is het PKC dat ontsnapt. Het wint met 20-19 van LJODK. In een heerlijke wedstrijd. PKC 2 gespeeld, 4 punten. En als je je afvraagt van wie was dat gepassioneerde commentaar, dat was van Frank Stout. Zoals beloofd gaan we nog een keer terug naar Manchester, waar Feyenoord dus afgelopen donderdag met 4-0 verloor van het grote United. Voor 1 medewerker van die club was het meer dan zomaar een Europa League wedstrijd. Frank Nolles was werknemer van Feyenoord, maar werd deze zomer door de Manchester United Foundation weggehaald uit de Kuip. Ik werk bij de Manchester United Foundation en ik ben verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Het is een vrijwilligersprogramma, 499, waar wij jongeren van 16 tot 21 jaar opleiden om coach en trainer te worden. En dat doen we dan tijdens de sessies van de foundation zelf hier in Manchester. Ja, ik zit eigenlijk in een vergelijkbare afdeling. Je werkt met hetzelfde type mensen, dat is ook heel leuk om te zien. Mensen die met jongeren, met kinderen aan de slag willen, op voetbalgebied bezig zijn. Iets positiefs willen bijdragen namens zo'n voetbalclub in de stad. Ja, dat was bij Feyenoord zo in Rotterdam en dat doen we hier ook. Feyenoord, definitely. Dat spelers mooie transfers maken is logisch. Maar dat de medewerker van een foundation een droomtransfer maakt, is toch wel uniek.
Ja, dat is middels een samenwerking gebeurd. Dat hebben we destijds met Feyenoord via een platform, een Europese platform gedaan. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen en dat contact beviel van beide kanten zo goed dat we daar van de zomer wat moois van hebben kunnen maken. De grootste verschil zit hem toch wel in de grootsheid. Je ziet hier, we liepen hier net langs het stadion, de toeristen. En niet alleen vandaag natuurlijk uit Rotterdam, maar veelal uit Azië. Veel mensen. Die club is op wereldwijde schaal natuurlijk zo verschrikkelijk bekend. Dat kom je hier dagelijks tegen. Het doen en laten binnen de club en binnen de organisatie, dat is wel heel vergelijkbaar. In zijn appartement is duidelijk te merken dat hij, ondanks dat hij nu voor United werkt, nog altijd een warme band heeft met Feyenoord. Nee, absoluut. Kijk, ik ben binnen die organisatie kantoor absoluut de enige Nederlander. En ik steek zeker niet onder stoel of banken dat ik Feyenoorder ben. Ze kennen mijn geschiedenis ook bij de club. Ze weten dat mij ook hier heeft gebracht. En als je kijkt naar die wedstrijd, dan ben ik gewoon voor dit. Hoe liep jij hier rond na de heenwedstrijd die jullie wonnen? Feyenoord won natuurlijk van jullie. Ja, met een onwijs grote glimlach. Leuk is dat ik met diezelfde gasten die wij eerder zagen, waren we in de Kuip. Ja, die hadden de avond van hun leven. De sfeer in het stadion was natuurlijk fantastisch. Ja, en ik heb sinds die dag een week lang met een enorme glimlach hier rondgelopen. Iedereen die kon eraan geloven. Ik heb toen in de fanshop ook een trui gekocht waar United en Feyenoord op stond met die wedstrijd. Ja, die heb ik aangetrokken de eerste dag dat ik weer ging werken. En daar heb ik de nodige commentaar op gehad. Ja. Bij Feyenoord had Frank veel contact met de spelers. Jammer genoeg is dat bij Manchester niet het geval. Ja, dat is hier anders. Ze houden zich hier, houden ze hok 6 mijl verderop. Daar komt eigenlijk geen mens. Dat is heel lastig om daar tussen te komen. Een aantal keer per jaar kunnen wij ze meenemen met de foundation richting scholen, richting projecten. Maar het is anders. Het is zeker anders. Het is niet dat jij het nummer van Zlatan in je mobiel hebt. Nee. En ik heb een aantal van de jongens van Feyenoord nog wel, ja. Nolles is alleen in Manchester. Toch heeft hij geen heimwee. Ja, het is mooi. Ik ben er nog elke maand. Het zal altijd met thuis blijven. Maar dat ik later kan zeggen dat ik hier onderdeel van heb kunnen zijn en mogen zijn, daar doe ik het voor. Mooi verhaal van Frank Nolles. En daarbij zit deze Sportclub Rijnmond erop. Vrijdag maken we op tv weer FC Rijnmond. En Raymond Verheijen is dan onze gast. En vanavond is via een livestream op onze website het verslag van de Jupiler League wedstrijd FC Dordrecht Jong Ajax te volgen. En op diezelfde website vind je ook het laatste regionale sportnieuws. En dat geldt natuurlijk ook voor onze social media kanalen. Ik wens je nog een mooie dag.